Nou, daar zijn we dan. Hier woont ze dus, Fabienne. Ga je mee? Dan kijken we of ze thuis is. Hey, hallo. Hey, hoi. Jij bent Fabienne? Ja, klopt. Ja. Ik ben Mirjam van de Leesclub. Ja, hoi. Hallo, welkom. Ik kom je een paar vragen stellen namens de kinderen. Ja, leuk. Ja? Kom binnen. Oké, gezellig. Nou, hier staan we dan in de tuin bij Fabienne. Hey, hartstikke leuk dat we even bij jou op bezoek mogen komen. Ja. We hebben echt heel veel vragen gekregen van de kinderen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw antwoorden. En jullie natuurlijk ook. Ik zou zeggen, ga zitten en dan gaan we beginnen. Ja, leuk. Oké. Waarom ben je schrijver geworden? Waarom ben ik schrijver geworden? Nou, eigenlijk omdat je schrijven, dat kan je overal doen. En er was een tijd in mijn leven dat ik heel vaak verhuisde vanwege het werk van mijn ex-man. En dat was handig, want schrijven kon ik overal waar we ook woonden. En ik ben ook schrijver, omdat als je schrijft, dan ben je de baas over wat er gebeurt in het verhaal. Terwijl in het echte leven is dat niet zo. Dan moet je maar afwachten of het goed afloopt of niet. Dus als schrijver, dan kun je lekker alles zelf bepalen. En dat vind ik ook heel leuk. Wie is je beste vriend of vriendin? Wie mijn beste vriend of vriendin is. Nou, mijn allerbeste vriend, dat is gewoon mijn eigen vriend. En daarnaast heb ik ook nog een heleboel vriendinnen. En er komt eigenlijk uit elke tijd van mijn leven, is er zeg maar een vriendin bijgekomen. Op de middelbare school was dat Anneke. En in de studietijd was dat Anouska. En bijvoorbeeld toen de kinderen op de basisschool zaten, toen was dat Chris. Nou, en al die vriendinnen die zie ik allemaal nog steeds. Dus ik heb misschien wel 5 beste vriendinnen. Ben je grappig? Of ik grappig ben? Nou, ik vind mezelf natuurlijk reuze grappig. Maar misschien zijn er ook wel mensen die mij helemaal niet grappig vinden. Want dat is natuurlijk ook een beetje wat je smaak is. En de een vindt mij grappig en de ander niet. Dus ja, eigenlijk weet ik niet wat het antwoord is. Hoe maak je een boek? Hoe je een boek maakt? Nou, dat maak je eigenlijk natuurlijk met heel veel mensen. Maar het begint allemaal bij de schrijver. En het verhaal wat je dat schrijft, dat begint natuurlijk bij een idee. Dus je moet eerst een goed idee hebben. En dat, aan de ene kant is dat heel makkelijk, want ideeën vind je gewoon op straat. Soms is het gewoon als iemand iets zegt tegen een ander, dat je daar al een idee krijgt. Maar tegelijkertijd is het ook moeilijk, want het idee dat moet wel genoeg zijn om een heel verhaal omheen te verzinnen. Maar als dat dan toch gelukt is, dan gaat een illustrator tekeningen bij het verhaal maken. En dan gaat een redacteur de foutjes in je verhaal opzoeken en alles verbeteren. En dan komt er een vormgever en die zorgt dat de plaatjes mooi bij het verhaaltje staat en dat er hoofdstuktitels en dat alles mooi bij elkaar staat. En dan komt er nog een drukker bij en een binder en een vrachtwagenchauffeur die de boeken naar de bibliotheek brengt of naar de boekhandel. En dan de verkoper in de winkel of de mensen in de bibliotheek die het boek uitleent. Dus hoe je een boek maakt, er zit eigenlijk een hele rij mensen werken daaraan mee. Heb je nog andere hobby's dan schrijven? Andere hobby's dan schrijven zijn lezen natuurlijk. Ik lees heel graag. En wandelen vind ik ook wel leuk. En ik kook wel heel graag. En schilderen en tekenen vind ik ook leuk. En op vakantie gaan vind ik eigenlijk ook wel een beetje een hobby. En slapen doe ik ook graag. Ja. Hoe lang schrijf je per dag en hoe lang duurt het dan voordat een boek af is? Hoe lang ik per dag schrijf? Ja, dat verschilt eigenlijk heel erg. Want sommige periodes sta ik ook heel veel voor de klas. Dan geef ik lessen op scholen in creatief schrijven en gedichten maken. En ook filosofielessen. Dus dan ben ik zoveel aan het lesgeven dat ik geen tijd meer heb om te schrijven. En dan ben je zo rond de kerstvakantie en in de zomer, dan heb ik meer tijd om te schrijven. Dus dan schrijf ik soms wel 8 uur per dag. Terwijl in die drukke lestijd dan schrijf ik soms maar een uurtje per dag. Of misschien wel eens een hele week helemaal niet. En daardoor kan je ook moeilijk zeggen wanneer een boek nou eigenlijk af is. Of hoe lang je er eigenlijk over doet. En het hangt natuurlijk ook vanaf hoe dik het boek is. Een dun boek kan je in een maand schrijven. En een dik boek doe je soms al een jaar over. Of misschien soms zelfs wel wat langer. Dus het hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd ik heb om te schrijven.
Hoe maak je eigenlijk de tekeningen? De tekeningen in een boek, ja, die maak ik eigenlijk nooit zelf. Daar wordt altijd een illustrator, een tekenaar voor ingehuurd. En ik zou het wel graag willen kunnen, maar ik kan daar toch niet goed genoeg voor tekenen. Want als je voor een boek tekent, dan moet je natuurlijk elke keer hetzelfde poppetje opnieuw zo tekenen. Dan moet hij er elke keer hetzelfde uitzien. En dat lukt mij niet. Hoewel ik op zich wel aardig kan tekenen hoor, en schilderen. Dit is bijvoorbeeld iets wat ik heb gemaakt, een vogeltje. En daar een kikker. Maar het lukt mij dus niet om nog een keer hetzelfde vogeltje te maken. En dat hij dan bijvoorbeeld de andere kant op kijkt of zo. Dus daarom moet iemand anders de tekeningen voor mijn boeken maken. Hoe kun je schrijver worden? Hoe kun je schrijver worden? Ja, nou eigenlijk gewoon door te gaan schrijven. Je moet het gewoon gaan doen. En als je denkt, kan het nog niet goed genoeg. Ja, ook, je kan het ook alleen maar leren door het te doen. En daarnaast is het denk ik ook belangrijk om altijd goed om je heen te kijken. De schrijvers die letten altijd goed op allerlei dingen. Op hoe mensen praten, wat voor gezicht ze daarbij trekken, hoe dieren zich gedragen, hoe de natuur eruit ziet. En als je daar allemaal goed op let, dan kan je daar ook mooi over schrijven. Dus schrijvers, dat zijn ook altijd goede kijkers. Dus nou ja, daar kan iedereen wel mee beginnen in elk geval. Wat is jouw lievelingsboek? Mijn lievelingsboek? Nou, dat is eigenlijk best wel een moeilijke vraag, want je smaak die verandert ook eigenlijk de hele tijd als je ouder wordt. Want op mijn 20ste heb ik bijvoorbeeld een keer een boek gelezen. Dat was wel zo'n dik boek en ik vond het heel erg mooi. Dus ik heb het in één nacht uitgelezen, hele nacht doorgelezen. En toen dacht ik 20 jaar later, ik ga het nog een keer lezen, want dat was een mooi boek. En toen vond ik er niks meer aan en ik ben bij bladzijde 50 of zo gestopt. Ik vond het echt heel stom. Dus je smaak verandert. Maar als ik dan, er is toch wel één schrijver die ik eigenlijk mijn hele leven wel mooi heb gevonden. En dat is John Irving. Dat is een Amerikaanse schrijver. En al zijn boeken vind ik nog steeds wel mooi. En als kind las ik heel graag boeken van Guus Kuijer. En hij schrijft nog steeds, dus daar kun je nog steeds boeken van lezen. Hoe ben je begonnen met schrijven? Hoe ben ik begonnen met schrijven? Nou, eigenlijk op de basisschool al. Op mijn basisschool mocht je altijd, als je klaar was met je rekenwerk of met je spelling of dat soort werkjes, dan mocht je altijd een stijlkaart pakken en dus een verhaaltje schrijven. En dat vond ik zo leuk, dat ik mijn sommetjes en zo een beetje afraffelde. Dat deed ik dan altijd een beetje slordig, zodat ik weer een verhaaltje kon schrijven. Dus toen ben ik eigenlijk al begonnen met schrijven en ben er ook niet meer mee gestopt. Welk boek dat je zelf hebt geschreven vind je het leukst? Het boek wat ik zelf heb geschreven, wat ik het leukste vind. Nou, dat vind ik eigenlijk Pierenwiet sluit dat nooit. Dat gaat over Splinter en zijn vader heeft een hele bijzondere dierenopvang. Met dieren zoals slangen en schildpadden en hagedissen en zelfs kakkerlakken. Weet je wat de meeste mensen zouden zeggen, dat zijn enge dieren. Maar die vader die zegt, enge dieren bestaan niet, er bestaan alleen enge mensen. En ja, dat is ook eigenlijk precies wat er gebeurt in het verhaal. Want er is een Piet Jansen. En dat is inderdaad een beetje een eng mannetje. En die vindt dat de dierenopvang moet sluiten. Nou, Splinter gaat er natuurlijk voor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Of hij doet daar in elk geval heel erg zijn best voor. En dus het is ook een spannend verhaal. Het is ook een grappig verhaal. En waarom ik het ook heel leuk vind, is omdat eigenlijk alle mensen die in het boek voorkomen een beetje gek zijn. Ook het hele gezin is een beetje gek. Zo eten zij ook insecten. Dus geen gehaktballetjes bij de hutspot, maar insecten. Nou, je moet het zelf anders maar een keer lezen. Waarom bestaan boeken? Waarom bestaan boeken? Wat een mooie vraag eigenlijk. Het is een beetje een filosofische vraag. En daar hou ik wel van, want ik ben namelijk behalve schrijver ook filosofiejuf. Dat ik op scholen met kinderen ga filosoferen. Dus dit zou een hele mooie vraag zijn om over na te denken. Maar ik denk dat boeken bestaan omdat mensen heel erg van verhalen houden. En verhalen nodig hebben zelfs. En vroeger vertelden we dan verhalen aan elkaar. En op een gegeven moment konden we natuurlijk schrijven en boeken maken. En dus gingen we die verhalen in boeken stoppen. En verhalen hebben mensen denk ik nodig omdat je heel veel kan leren van verhalen. Je ziet dat andere mensen ook allerlei dingen meemaken of problemen hebben. Of het is juist een mooie fantasiewereld. En als je dan zelf het even moeilijk hebt, dan kan je helemaal in dat verhaal eventjes alles vergeten. Dus ik denk dat daarom verhalen en boeken bestaan. We hebben uit alle vragen die jullie hebben ingezonden de leukste, de grappigste, de origineelste vragen gepakt. En daar hebben we dus 3 prijswinnaars uit gekozen. Fabienne, wil jij bekendmaken wie de prijs heeft gewonnen? En nog eventjes, wat heb je dan gewonnen? Dan heb je gewonnen het allernieuwste boek, vers van de pers, van Fabienne. En het heet Stinkend Rijk. Ja, en een van die boeken, Stinkend Rijk, die gaat naar Joost.
van de Theo Thijsenschool in Hoge Zandt-Sappemeer, omdat hij de meest filosofische vraag had bedacht, namelijk waarom bestaan boeken? En nog een exemplaar van Stinkend Rijk gaat naar Celeste, ook van de Theo Thijsenschool in Hoge Zandt-Sappemeer. En het is omdat zij de meest nuttige vraag had bedacht, namelijk hoe maak je een boek? En dat is natuurlijk best wel interessant om te weten. En dan gaat het derde exemplaar van Stinkend Rijk gaat naar groep 4 van basisschool De Kern in Veendam. Omdat zij de grappigste vraag hadden bedacht. En dat is namelijk de vraag of ik grappig ben. En dat vond ik wel een grappige vraag eigenlijk. Ja. Hey, en ik ga zorgen dat al die boeken bij jullie terechtkomen. Dus je hoeft lekker helemaal niks te doen. Gewoon lekker afwachten. En dan komt het boek vanzelf naar jullie toe. Fabienne, wat leuk dat we bij je in huis mochten komen. En fijn dat je al onze vragen hebt willen beantwoorden. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik wens je nog een fijne dag verder. En hopelijk zien we elkaar weer een keer in de bibliotheek. En dat nieuwe boek van jou ga ik echt lezen. Ja, nou, dat is leuk. Ja, en ik vond het ook hartstikke leuk dat jullie er waren. Ja, dus, fijn zo. Tot ziens. Oké, doei. Dit was hem dan, de allerlaatste leesclub van dit schooljaar. Ik wens jullie ook een fijne vakantie toe. En volgend jaar zien we elkaar natuurlijk weer. Hoi.